Lina, ik heb frikandel voor je. Lina, kom. Dag kijkers, dag Lina. Kijk eens, lekker frikandelletje. Hier. Ja mensen, welkom bij een nieuwe video. Ik ga vandaag weer eens een quesadilla video maken. Ik heb ooit in mijn hele YouTube carrière 3 quesadilla video's gemaakt. Volgens mij de eerste was quesadillas met pittige kip. Ik heb een keer een video gemaakt met Jan Tom Jan met quesadillas. Ik weet niet of dat nou live was of een gewone video. En ik heb als laatste heb ik vorig jaar of zo een keer Jos Brinkie quesadillas gemaakt. Maar vandaag maak ik free quesadillas. Ik dacht eerst kan ik dat wel doen, want ik heb natuurlijk al de Jos Brinkie quesadillas gemaakt. Maar goed, dat is met pindasaus en je weet hoe het gaat, dus dat is heel wat anders. En deze free quesadillas wordt echt een ultieme fusion tussen de Nederlandse en de Tex-Mex keuken. Ik gebruik ook naast de frikandel goudse kaas, want ik heb nog allemaal stukjes liggen die op moeten. En voor de rest ga ik hem zo Mexicaans mogelijk, Tex-Mex, Mexicaans mogelijk maken. En voor de mensen die dat niet weten, quesadilla betekent eigenlijk gewoon letterlijk kaasdingetje. Lekker Lina? Hier. Nou, dan mag ik nog een stukje frikandel en dan is het even klaar. Goed mensen, ik heb alles achter me klaar liggen. Ik laat zo zien wat ik allemaal heb en hoe ik het ga doen. Dus blijf vooral kijken. Goed mensen, nou dan heb ik hier 2 volkoren tortillas. Die zijn ontdooid, dus ik kan zo gelijk verder gaan. Ik heb hier wat extra virgin olijfolie. Ik heb alles al voorbereid van tevoren. Dit is tomaat met rode ui, gele paprika, mais en verse koriander. Dat vind ik er echt in hoor, dat maakt het echt ultiem Mexicaans. Dan heb ik hier iets minder dan 2 frikandellen, ontdooid en in kleine stukjes gesneden. Heb ik hier zure room en hier heb ik van Banderos, dat is guacamole stijl dip. En dat is erg lekker om naturel chips in te dopen, maar die ga ik ook gebruiken. Ik heb hier nog wat restjes kaas. Ik heb al flink wat kaas van raspen, goudse belegen kaas voor de quesadillas. En dan heb ik verder nog een beetje peper en zout nodig, maar dat pak ik zo. Nou hier, mijn grote pan. En daar ga ik om te beginnen de stukjes frikandel in bakken. Let's go! Als ik naar mijn werk ga. Zo, deksel eraf. Laat ik hem even een beetje warm worden. En dan doe ik er een klein beetje extra virgin olijfolie in. Niet te veel. Nou, kom de frikandel erbij. Ik bak gewoon alles, want ik heb waarschijnlijk over. Maar dan kan ik altijd nog één maken als ik nog meer trek heb. Of morgen. Dat is mijn avondeten. Ja, blijft wat hoger. Kijk, wel mooi bruin. Bruiner. Helemaal goed. Sommige stukjes zitten nog aan elkaar. Echt heel snel. En mensen, aangezien er al genoeg smaken in de quesadillas zitten, ga ik de frikandel verder niet kruiden met gekke dingen. Want ik wil de smaak van de frikandel gewoon puur houden. In combinatie met de andere ingrediënten. Nou, dat is klaar. Nou, daar gaat hij. Dan begin ik met de zure room. Daar smeer ik de volkoren tortilla mee in. Lekker laag. Dan gaat vervolgens minimaal wel 1 frikandel eroverheen. Oh, dit wordt lekker mensen. Oeh. Nou, ik heb iets meer dan de helft uit de pan. Dat is wel even goed. Nou, dan doe ik een mooie schep van dit tomaat, ui, paprika, mais, koriandermengsel. En dan vervolgens, ik denk dat ik wel even genoeg kaas heb. Kijk, vers geraspte goudse belegen kaas.
Ja, dit is prima voor deze. Het Tex-Mex antwoord op onze tosti, eigenlijk. Zo. Nou, dan leg ik de andere erbovenop. Even een beetje licht aandrukken. En dan ga ik hem in de pan bakken. Nou, dan zet ik het vuurtje weer aan. Hij is nog redelijk warm, dus een beetje oppassen. Zo, nou, dat gaat goed. Dan zet ik een beetje laag. Dan is de bedoeling dat die kaas lekker gaat smelten, zodat hij helemaal aan elkaar blijft plakken als ik hem omdraai. Komt goed. Ik doe het vuur iets hoger. Heel even de onderkant bekijken. Oh ja, die begint al. De kaas begint heel zachtjes te smelten. Het wordt lastig omdraaien, mensen. Ik doe het even zo. Bord erin. De pannen al. Auw, dan zit ik met mijn hand boven de vlam. Zo. Nou is hij niet meer helemaal. Ja, nu wel. Zachtjes. En nu ligt de kaas op de onderkant. Kijk, nu is die veel makkelijker te draaien omdat hij een soort van vastgeplakt zit. Even kijken of ik hem nu kan draaien zonder dat hij een heel klein beetje vulling komt eruit. En er ligt één stukje tomaat op de grond, dus het valt mee. Ja, de kaas die is soort van goed gesmolten. Ik denk dat ik hem er maar uit ga halen. En dan doe ik even een beetje vulling weer terug. Kijk. Free quesadillas. En nu ga ik ze afmaken. Dan ga ik hem eerst even in kwarten verdelen met de pizzasnijder. Oh, die doet het een stuk beter op een volkoren tortilla dan op een pizza. Kijk. Ik kan hem zelfs al in drieën doen. Ja, dat is beter. Makkelijker eten. Even kijken. Ja, een lekker knapperig ook. Dat hoor je wel misschien. Zo, nou, dan maken we verder af en toe op iedere punt een beetje zure room. Zit er ook al in, maar ook een beetje voor het gezicht natuurlijk en voor wat extra flavor. Het oog wil ook wat. Zo, en dan een beetje van die Panderos guacamole stijl dip. Laatste, ook nog een beetje de verse koriander, maar niet te veel, dat zit er ook al in. Gewoon een heel klein beetje op het sausje. Lina! Zo, kijk eens mensen, free quesadillas. Ik ben heel benieuwd, het lijkt me onwijs lekker en ik heb ontzettende trek, dus ik ga meteen eten. Weer zo'n snoepje! Even Lina snoepje, wat ik beloofd hè. Kijk eens. Ja. Nou, ik heb dit nog over, plus nog een frikandel, dus ik kan nog wel meer maken. Nou is baasjes tijd. Nou mensen, daar gaat ie, frikassadilla's.
Nou, die zijn, ik vind ze nu al lekkerder dan de Jos Brink, ik en Sidias denk. Dus veel uitgebreider. Genoeg kaas. De smaak van de frikandel zit er heel goed in. Bij de eerste hap proeft de koriander er zo lekker doorheen. Lekker al die mais, tomaat, paprika. Heerlijk. Ook wel lekker met een volkoren tortilla. Dat is dus wat anders. Die frikandel is goed vertegenwoordigd ook. Heel goed. Hoi Lina. Heerlijk mensen, maar nou zit ik te denken. Ik had nog een potje met jalapenos in de koeling staan. Dat vergeet ik er nu doorheen te doen. Dat had ik ook bij moeten doen voor wat meer pit nog. Dat hoort er wel bij een beetje, vind ik. Maar goed, het kan ook zonder. Het is niet nodig, maar voor mij was het beter geweest nog een beetje. Maar goed, dat doe ik de volgende die ik ga maken, doe ik gewoon wel met jalapenos. Maar dat ga ik niet meer in deze video doen. Nou mensen, ik heb heerlijk gegeten. En ik wens jullie allemaal heel veel plezier met koken als je dit ook gaat maken. En een fijne dag toegewenst verder. En ik zie jullie zondag bij de volgende. Doei! Dag Lina!